stonden 198 paarden op een eiland. Gedwongen, gevangen door het wassende water. 18 van hen hebben het niet overleefd. 180 zijn gered door 6 Friezinnen. Dit verhaal verbreidde zich binnen 1 dag over de hele wereld. Om bewaard te blijven voor later en om nooit meer te vergeten. Ze kwamen helpen op paarden, 6 vrouwen. Het was in Friesland voor dieren in nood. Daar wil je dankbaar je handen voor vouwen. Ons kleine landje was eventjes groot. Het avondrood was voor de 2e dag ondergedompeld aan de horizon. De paarden voelden dat het de laatste angstige nacht zou worden. De nieuwe dag kwam en het water was lager en kalmer. Na een spannende ochtend waren daar in de schuchtere middagzon 6 engelen in galop door het splijtende water op weg naar de hulpeloze dieren om ze te bevrijden. Ze kwamen helpen. Op paarden 6 vrouwen. Het was in Friesland voor dieren in nood. Daar wil je dankbaar je handen voor vouwen. Ons kleine landje was eventjes groot. In de geschiedenis zal 2006 het jaar blijven waar de mens laat zien dat het dieren wil beschermen en van ze houden kan. Het was een dag om van te leren en ook anders te gaan denken. Het lot van alle dieren ligt in de handen van de mens. Laten wij ze de ruimte geven op een deel van deze planeet, want zij is van iedereen die erop leeft. Ze kwamen helpen op paarden 6 vrouwen. Het was in Friesland voor dieren in nood. Daar wil je dankbaar je handen voor vouwen. Ons kleine landje was eventjes groot. Ze kwamen helpen. Ze kwamen helpen. Paarden, 6 vrouwen. 6 vrouwen. Het was in Friesland voor dieren in nood. Het was in Friesland. Voor dieren in nood. Daar wil je dankbaar je handen voor vouwen. Daar wil je dankbaar je handen voor vouwen. Ons kleine landje was eventjes groot. Was eventjes groot. Ons kleine landje was eventjes groot.